Hier bij ons te gast in Bobby Aland tijdens de opname van Muziektoppers, David Gillis. Goeiedag David, hoe gaat het ermee? Het gaat goed. Ik ben blij dat ik hier in Bobby Aland mag vertoeven. Het weer zit heel goed mee en de mensen zijn allemaal heel sympathiek hier, dus een leuk feestje hier. Als Vlaamse artiesten in de grote massa geen problemen? Het valt eigenlijk heel goed mee. Ik heb de indruk dat de mensen eigenlijk naar Bobby Aland komen vooral om zich te amuseren. Dus ze steken hun hand omhoog, ze zijn altijd heel sympathiek. En ze vragen meestal, hoe is het? Ik vind dat tof, ik vind dat heel ontspannend. Ben je iemand die veel naar attractieparken komt of zo? Ja, ik heb een dochter, dus ik ga regelmatig met mijn dochter naar attractieparken. En ik woon hier eigenlijk maar een klein half uurtje vandaan. Dus het is eigenlijk vlakbij. Dus ik vind het fantastisch om met Sam hier al die attracties te doen. Dus tussen de repetities door, cross ik heel snel om een aantal dingen mee te doen. Dat vindt zij geweldig. Je zit vandaag in het programma met de nieuwe single, de zomersingle. Ja, een nieuwe single. De titel is Niet Denken, Maar Doen. Beetje dubbelzinnig? Beetje dubbelzinnig. Wordt nu natuurlijk heel dubbelzinnig geïnterpreteerd, maar het was eigenlijk al een idee van een aantal maanden geleden. En natuurlijk met alle heisa die er de laatste maanden is verschenen, is dat natuurlijk op dit moment, komt misschien een beetje raar over, maar het heeft er eigenlijk niks mee te maken. De Romeo's ook nog altijd? Romeo's, fantastisch. Hè? We hebben vannacht weer opgetreden. Je ziet het waarschijnlijk. Het was heel laat vanmorgen. Dat is een feestje. We amuseren ons. Wij zijn drie goede maten. Voor de rest van ons leven, denk ik. Hoe reageren zij op jouw solo-carrière? Och, zij vinden het heel tof dat ik dat doe. Omdat het totaal iets anders is. Het is Nederlandstalig. En het is iets dat ik ernaast doe. En sowieso komen de Romeo's op de eerste plaats. Dat hebben we elkaar moeten beloven. Maar daarnaast, als er ruimte is en tijd, wanneer zij bijvoorbeeld familie draaien, kan ik perfect solo optredens geven. Wanneer doe je dat allemaal, die combinatie? Ik heb een goede agenda waarin ik dat allemaal perfect kan uitstippelen. Ik krijg ook de agenda van Gunther en Chris binnen, wanneer zij moeten filmen. En dan kan ik zien, dan filmen ze niet, dan kan ik optreden eventueel. Dus. Hoe reageren jullie nu op de pers, de verschillende artikelen? Ja, het is hard. Het is zeer confronterend. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een hele gevoelige persoon ben. En ik denk dat iedereen wel eens in leven wel eens een fout maakt. Maar om op dat geef je ook toe, hè? Ik heb er ook geen probleem mee om dat toe te geven. Ik ben ook maar een mens, net zoals zoveel anderen. En iedereen maakt wel eens fouten, denk ik. Maar er worden ook heel veel leugens verteld. En dat is pijnlijk. En daar sta je ook machteloos tegenover. Dat had ik eigenlijk nooit verwacht, dat men zo ver kan en mag gaan in het vertellen van zomaar. Dat kan een artiest maken of kraken? Het belangrijkste is dat mijn familie weet hoe dat het echt allemaal in elkaar zit. En ook de echte fans die altijd komen, die me van in het begin hebben gesteund. Want dit spel is al heel lang bezig. Het is niet alleen nog maar de laatste twee maanden. Dat is al een heel aantal maanden bezig. En ooit moet de waarheid toch bovenkomen. Je wacht op de uitslag, DNA-test? Sowieso, maar daar komt geen reactie op. Dus men zegt wel dat een DNA-test dat er gaat komen. Maar ik vraag er al heel lang achter en daar komt geen reactie op. Dus ik zal het op andere manieren nu moeten proberen af te dwingen. Davy, hoe ziet de zomer eruit? Heel druk? Ja, heel veel optredens. Zowel met de Romeo's als privé, als solo. Dat is leuk aan al het gedoe. Heb je al nieuws over het nieuwe muziekprogramma op VTM? Je bedoelt Hit the Road? Nee, maar ik heb vernomen dat men dat pas volgende week gaat voorstellen aan Hit the Road. Dus ik denk dat Michel Follet van Magic, van mijn platenmaatschappij, dat zal voorstellen. En dan hopelijk mogen we daar ook in deelnemen. Ja, het wordt heel druk en leuk, hè? Ja, ik geniet hiervan en ik heb en natuurlijk ben ik zwaar op de korrel genomen de laatste maanden. Ik heb ergens gelezen in een boekje van iedereen moet zijn lesje krijgen in zijn leven. Heb ze nu gekregen? Ik heb mijn les gekregen, absoluut. David, heel veel succes en we wensen jou een mooie zomer toe. Dankjewel, voor jullie hetzelfde trouwens. Dank u.